Juist. Midden tussen de potplanten aan de Nielandse dijk, Johan Noordam. En Johan, jij gaat een geweldige actie ga jij ondernemen voor Team Westland. Ja. Vertel. Ja, dat klopt. Ik ga proberen 24 uur te lopen skileren. 24 uur? 24 uur. Hoe wou je dat doen? Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Maar ik ga gewoon starten en gaan we zien. Je gaat wel kijken waar je uitkomt. Hoe ben je aan het skileren geraakt? Ja, eigenlijk vorig jaar begonnen door de corona. Ik kon nergens op vakantie, kon niet vliegen. Ik dacht, nou dan maar vakantie in eigen land. Een paar skilers gekocht. En toen ben ik binnen een week van Schouwenzanden naar Groningen gaan skileren. En ik dacht, ja joh, dat ga ik eigenlijk dit jaar weer doen. Dan naar Limburg. Maar toen zag ik die Team Westland actiedag. Ik dacht, nou joh, dat is ook wat leuks voor het goede doel erbij te doen. Ja. Ik dacht gewoon, win-win. Ja, want jij kan normaal gesproken, kan jij niet meer, als je zou willen mee de Tourmalet, dan zou jij dat niet lukken. Nee, dat zou ik niet kennen. Wij zitten nou een beetje in de hoogtij, dan is het nog wel een beetje druk, maar dan kan ik echt geen 4-5 dagen weg zijn om naar Frankrijk te gaan. Ik denk, ja, nu is het één speciale dag in Nederland, dat ik nu moet mijn vakantie gaan pakken. Ja. En hoe gaan we dat nou aanpakken? Hoe laat ga je weg? Ik ga toen 12 uur s'nachts weg. 12 uur s'nachts? Want 19 juni is het Team Westlanddag. Actiedag, actiedag. En dan ga ik om 12 uur s'nachts starten. En dan wil ik 12 uur s'nachts ergens anders eindigen. Waar weet ik nog niet. Je weet niet waar? Nee, ik wil gewoon een windje meegaan. Misschien een windje mee. Ik ga niet tegen wind in. Dat moet wel makkelijk houden. Hey, maar als er naar oostenwind staat, dan moet je de zee over. Ja, nee joh, dat komt wel goed. Het pontje gaat ook. De steenlijn. Dus, ja. Oh, geweldig. Ja. Hey, en enthousiasme? Krijgen reacties? Veel reacties gehad vandaag voor het eerst op Facebook. En veel vrienden die het zagen. Iedereen wil gesponsoren, dus dat komt best uit. Joh. En is er nog iemand die met je mee wil fietsen? Ja, ik heb nog een oom. Ja, die ook wel. Die is ook een beetje gek. Jan van Duinen. Ja, graag gedaan. Dus die wil de eerste 5 uur een beetje van mee fietsen. Ja? Ik heb beter de laatste 5 uur mee fietsen, want ik kan ook nog een beetje sapje nemen onderweg natuurlijk. Denk jij als jij 24 uur geskielerd hebt, dat jij nog een sapje naar binnen krijgt? Ja, dat zijn pijnstillers. Dat zijn pijnstillers. Dus dat komt best uit. Ja. Nou, ik wens je hartstikke veel succes, man. Dankjewel. En we spreken elkaar 20 juni. Helemaal gauw, dankjewel. Super.